dit is een schoolplein waar zonder juffen. Of meesters, moet ik natuurlijk terecht zeggen. Maar er is niemand aan het opletten. En iedereen mag van alles gillen tegen elkaar. En dan dat loopt meestal niet goed af. Dan een onderzoek van het Centrum tegen Digitale Haat. Dat zag een toename van scheldwoorden tegen zwarte mensen. Homo's, transgender personen, vrouwen en joden. Sinds Elon Musk de macht overnam op Twitter. Sommige teruggekeerde twitteraars gaan direct opnieuw in de fout. Zo werd deze holocaustontkenner vorige week binnen anderhalve dag opnieuw geschorst. Na Hitlerverheerlijking. I want my Twitter back. Now! I want it back right now! Ja, dit was een fragment uit Nieuwsuur van gisteravond. Freek, ben jij twitteraar? Hoe noemen ze dat? Iemand? Ik ben een lezer, maar geen gebruiker? Zoiets? Een lurker. Dat woord ken ik niet. Vandaag voor het eerst. Dankjewel. Nou, ik heb wat geleerd. Dat klinkt helemaal niet zoals ik het bedoelde, maar, maar ik lees Twitter wel. Maar dankjewel. Ja, schrik je hiervan? Maar niet meer dan we de afgelopen weken en maanden al geschrokken zijn over Twitter. Het is echt wel eigenlijk heel triest wat er gebeurt. Er was een platform met heel veel mitsen en maren, waar we heel veel kritiek op kunnen hebben. En ook hadden, gelukkig. Maar dat is nu wel een beetje aan het verwoorden tot een plek, tot een vrijplaats. En een vrijplaats heeft iets moois en iets idyllisch. Maar het kan ook echt de verkeerde kant op gaan, zoals Nieuwsuur gisteren terecht liet zien. Ja. En dat is wel gewoon. Dat is wel zonde voor een. Ook voor de samenleving die we met elkaar hebben. Hè, waarin je wel veel moet kunnen zeggen, maar niet alles kan zeggen. Maar dat is dus precies de spagaat waar we in zitten. Elon Musk die zegt: ik ben heel erg voor vrijheid van meningsuiting. Ja, vrij woord. Ja, maar die moet je toch ook modereren. Ik denk ook wel dat het een businessmodelletje voor hem is, hoor. Toch? Hij moet die. Maar waar zit hem de business in? Want adverteerders hebben zich inmiddels teruggetrokken. Ja, nee, het werkt niet. Nou, kijk, die trokken zich hem al meteen terug toen hij kwam. Maar er is een reden waarom dat je Donald Trump terug wil hebben op Facebook of op Twitter. Dat levert je tientallen miljoenen op aan dollars en aan advertentieinkomsten. Dus Musk heeft, 19 miljard geleend volgens mij. Dat zal je toch ergens terug moeten gaan verdienen. En dan zul je gewoon bezoek moeten hebben. Ja, maar hiermee lukt het dus niet. Nee, sterker nog. Nee, het is een boemerang. Dat is waar. Ja, het is een boemerang. Hij komt terug. Ik geloof niet dat niemand vindt dat hij er een succes van maakt. Nee, en er zit ook nog, behalve inderdaad het zakelijk probleem waar Arno terecht op wijst, zit er natuurlijk ook nog een soort principiële achtergrond aan. Elon Musk vindt dat we alles moeten kunnen zeggen tegen elkaar. Hij neemt het vrije woord buitengewoon letterlijk. En gelooft niet zo snel in belediging, maar hij vindt het wel vervelend als mensen trouwens onaardig over hem doen, hoor. Dan wordt het al snel heel vervelend. En dan zegt hij dat het zijn eigen veiligheid in gevaar brengt. Maar dit is natuurlijk. Hier zie je iets heel moois. Namelijk, dit is een schoolplein waar zonder juffen. Of meesters, moet ik natuurlijk terecht zeggen. Maar er is niemand aan het opletten. En iedereen mag van alles gillen tegen elkaar. En dan dat loopt meestal niet goed af. Nee, maar het gaat ook verder toch dan een schoolplein. Want een hele hoop mensen kun je hier niet zien op dit schoolplein. En je weet niet eens überhaupt of er wel mensen achter zitten. Of dat er je hebt groot gelijk. Met bots wordt gewerkt. Ja, of inderdaad. Of mensen doen zich heel anders voor dan ze zijn. Nee, dat klopt. Ja. Dit stemt me niet gerust. Theo van der Plas, politie zit ik ook op Twitter. Zeker. Blijft de politie op Twitter? Ja, op allerlei kanalen zitten. Instagram, LinkedIn. Ja, maar het is een keuze Twitter, om, het is om een op keuze een kanaal om te wel te zijn of niet. Ja. En ik denk ook dat ze grenzen heeft. Iedereen mag zich uiten zoals hij wil. Als het binnen de grenzen valt van vrijheid van meningsuiting, kan er heel veel, ook in Nederland, gelukkig. Alleen ik vind wel dat ook met deze actie richting de vrijheid van meningsuiting op een gegeven moment ook aan grens aan is. En wij proberen natuurlijk ook, als je kijkt naar Nederland en de wereld, proberen we ook de techreuzen een beetje in een goed spoor te krijgen. Mm-hmm. Met een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat gaat elke keer met duwen en trekken. Ook vanuit de Europese Unie. Steeds beter. Ja. Met grote boetes af en toe die er nog voor nodig zijn. Maar we willen het niet in een totaal ongeorganiseerde samenleving leven. Waarin alles maar kan en alles maar beledigend gezegd kan worden. Ja. Dus in die zin het is een mooie actie van Musk. En misschien is het wel een commercieel belang dat hij daar net streeft. Maar tegelijkertijd brengt het ook iets teweeg dat iedereen zich gaat afkeren van wat op zich een mooi medium kan zijn. Maar wat biedt Twitter de politie nog om daarop te zitten? Nou, voor een gedeelte, we hadden het even voor de uitzending over het feit wat je doet als politie. Bekend laten zijn wat je doet, waarom je het doet. Soms ook de gebeurtenissen die voor de rest van Nederland van belang zijn. Om te zien dat de politie daar zich mee bezighoudt. Soms is het gewoon nieuws, wat ook mensen graag willen weten. Opsporing. Opsporing kan het belang zijn. Als je kunt mengen in een bepaalde tips die er nodig zijn. Naar aanleiding van een schietpartij. Oproep die gedaan wordt. Dus het is ook voor ons wel een breed
ingezet medium. Maar wordt er gediscussieerd binnen de politie over waar de grens zit? Zeker. Voor de aanwezigheid op een sociaal platform? Ja, ook daarvoor. Van wanneer gaan we eraf? Ja, nou ja, en wanneer is dat? Heeft u die grens al bepaald met elkaar? Nee, die grens is nog niet bepaald met elkaar. Maar ik denk dat het elke keer van belang is om dat met elkaar te bespreken. Ja. Wat dan? Nou, misschien moeten we dan weer geen gebruik maken van Twitter, waarin zoveel ellende naar voren komt. Ik zeg, misschien moet je naar Instagram. En als ook dat is, ja, dan moet je ook daar weer je vraag stellen. Want er is ook een hoop TikTok, te doen. Zou ik zeggen. Ja. Nou ja, het is een beetje het dilemma waar we voor staan natuurlijk. Aan de ene kant wil je zoveel mogelijk. We hadden het in het gesprek hiervoor natuurlijk over bereikbaarheid. Ja, je bent een maatschappelijke organisatie. We zijn bereikbaar. Exact, we zijn er voor iedereen. We willen niet alleen in de wijk lopen, maar we willen ook digitaal bereikbaar en aanwezig zijn. Ja, dat is toch een van onze kernwaarden op dit moment. Ja, overschatten of onderschatten we Twitter? Wat doen we? Want het kan ook nog zijn dat we hem overschatten bijvoorbeeld. Er zitten veel journalisten op Twitter. We overschatten Elon Musk, dat doen we zeker. Ja. Dat is natuurlijk de denkfout die je vaak maakt. Dat iemand heel goed is in één ding. Dat je denkt dat hij ook het andere goed kan. Want dat kan hij nu niet. Hij maakt er echt gewoon een zooitje van. Het is een heel onrustige leider van dit platform. Ja. Dus we overschatten hem wel degelijk. Ja. En zitten er voor jullie nog grenzen aan? Van nou, dan kap ik er mee. Ik zit er niet op hoor, dus je kijkt mij aan. Ja, je laatste tweet was in 2011, zag ik vanmorgen. Oh, echt? Dus dat is best een even geleden. Ik heb in het begin, dat was mijn begin. Ja. Kun je nagaan. Gewoon twee keer een tweetje erop. Ja, dat was best even geleden, ja. En jij, Freek, wanneer stop je met gluren? Of wij blijven professioneel kijken. Zeker als organisaties zoals de politie, die sowieso niet altijd zo goed bereikbaar zijn als ze zeggen te zijn. Mm-hmm. Ik kon het niet laten. Daar dingen zeggen. Dan willen we absoluut weten. Zoveel mogelijk organisaties die daarop zitten, die volgen we. Ja. En we zijn heel benieuwd waar ze dan daarna heen gaan. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.